Van de PVV dienen er in zulke situaties altijd bindende referenda te worden ingesteld. Bindende referenda waarbij de burgers wel of niet aangeven met het gehele voorstel te kunnen instemmen. Dus niet een gedeelte van het voorstel, niet gaan hakken, maar het gehele voorstel. En dat geldt voor alle burgers van alle gemeenten. Voorzitter. Meneer Van Beek. Mag ik de collega een vraag stellen? Zeker. Zou de collega mij het wetsartikel kunnen geven waar in onze wet gesproken wordt over een bindend referendum? Nee, maar zou u mij kunnen aangeven welke mogelijkheid er niet bestaat voor gemeenten om toch een bindend referendum uit te vaardigen? Waar staat er dat het niet mag? Nee, ja. Ik stel nu de eerste vraag. Het gaat niet of het niet mag. Nee, precies. Daar gaat het niet om. Dus met andere woorden. Als u vindt dat het zou moeten kunnen, dan moet u daarvoor een wijziging in dit geval in de Arrie-wetgeving voorstellen. Nee. Maar elk debat wat we met elkaar voeren eindigt op dezelfde manier. U doet dat voorstel niet en dat geeft u de mogelijkheid om de volgende keer weer gewoon hetzelfde verhaal te vertellen. Meneer Van Beek is is lid van een bestuurderspartij bij uitstek, moet ik zeggen. En praat ook alleen maar, en dan mag u, daar bent u waarschijnlijk trots op, maar ik zou er niet trots op zijn, moet ik heel eerlijk bekennen. U denkt alleen maar, iets moet kunnen op het moment dat wij het met z'n allen bepaald hebben. Maar zo werkt het niet, meneer Van Beek. Als ik eis dat er bindende referenda gehouden wordt, dan staat het iedere gemeente in het hele land vrij om een dergelijk referendum te houden. Daar hoeven wij geen regeltjes voor af te spreken. Hé, daar had ik nog niet over nagedacht. Nee, dat hoeft niet. Voorzitter, ook gemeenten staat het niet vrij om een bindend referendum te houden. Gemeenten zijn wel vrij om een referendum te houden. Maar een bindend referendum kennen ook gemeenten niet. En als we in dit land iets willen regelen, dan doen we dat door dat op te nemen in een wet en het vanaf dat moment mogelijk te maken. Het staat nergens geschreven dat gemeenten onderling met elkaar kunnen afspreken dat als zij een referendum houden, dat de uitslag van het referendum dat ook gaat gebeuren. Het staat nergens geschreven dat gemeenten onderling met elkaar kunnen afspreken dat als zij een referendum houden, dat de uitslag van het referendum dat ook gaat gebeuren. Dat is volgens mij gewoon een bindend referendum. Ja, voorzitter, om daar nog wat meer helderheid over te krijgen, want hij begon zo veelbelovend, de visie van de PVV op het openbaar bestuur. Mogen bewoners van kernen en dorpen ook bij referendum uit een gemeente treden? Want dat lijkt me dan ook logisch, of niet? Nou, de laatste vraag, dat is heel simpel, daar zeg ik ja op. Die antwoord op die eerste vraag was interessant. Want aan de ene kant is de heer Brinkman, zo kennen we hem, hier voortdurend bezig te zeggen dat er te veel volksvertegenwoordigers en te veel bestuurders zijn. En aan de andere kant zegt hij ja op mijn vraag. Bij wijze van referendum kunnen dorpen, steden, gemeenten uit gemeente treden en zelfstandig worden. En dus eigen gemeenteraadje gaan spelen, een eigen college van BMW. Helder, dank voor het antwoord, meneer Brinkman. We weten waar wat betreft de PVV aan toe zijn. Dit land wordt via referendum in plaats van een betere schaal om problemen aan te pakken, krijgt het een kleinere schaal met veel meer bestuurders. Dank u wel. Meneer Brinkman. Ja, voorzitter, kijk, waar het natuurlijk om gaat is, als burgers ervoor voor kiezen om het bestuur, om een gemeente te laten besturen met een kleine kern, met 5000 mensen, met een duur apparaat,
dan betekent dat dat de belastingen omhoog gaan.